Ik kom uit een militaire familie. Net zoals mijn vader koos ook ik voor het leger en ben door de koninklijke landmacht tweemaal uitgezonden. Mijn vader en mijn ooms werden na de capitulatie als krijgsgevangenen van het Japanse leger weggevoerd. Zij moesten in Japanse werkkampen dwangarbeid verrichten onder mensonterende omstandigheden. Zij overleefden, vele collega's niet. Voor hen leg ik vandaag deze krans.